Hoi, wij zijn Femke en Manu en wij gaan jullie iets vertellen over de oudere persoon waar wij mee hebben gebeld. Wij hebben gebeld met Ruud Wagemans, toch? Ja, ja. Iets foto. En hij heeft echt heel veel leuke verhalen verteld over vroeger en zo en over water. En hij heeft, wat we zelf ook allemaal echt heel leuk vonden, was dat hij een verhaal vertelde over... Ter land, ter zee, in de lucht. Ja, dat programma, dat is nu ook nog, maar vroeger is hij daar dus aan meegedaan. Toen heette het ook Tobbedans. Hij heeft er 2 keer mee meegedaan. De eerste keer is hij tweede geworden, de tweede keer is hij eerste geworden volgens mij. En we hebben er ook nog een filmpje van. Ja, laten we even zien. Het ziet echt cool uit. Zelf gemaakt. Ja. Wow, dat... Oh. Nou, dit was het filmpje en dit was de tweede keer dat hij meedeed, dus hier werd hij eerste. Ook wat we wel grappig vonden was dat hij graag naar Newcastle vaarde, zeg maar naar Engeland, om daar te gaan shoppen. Maar hij was best wel vaak zeeziek. Voor de rest vond hij het ook leuk om naar het strand te gaan met zijn hond of met zijn vrouw. Maar hij heeft ook wel nadelen. Een nadeel is dat hij vroeger altijd heel lang moest lopen, 2 kilometer lang, over heel stom grond, zeg maar. En dat vond hij wel echt een nadeel, maar hij vindt het wel leuk om naar de strand te gaan. Nou, dit was onze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nou, doei!